Vijf speelronden voor het einde neemt Ajax onder 17 het op tegen NEC, FC Os onder 17. En daar een grote fout van Henrik Jansana en de kans voor Dion Harmanus. Maar de bal gaat rakelings naast. Eerste kans van de wedstrijd. En de aanwijzingen van trainer Dave Vos. En dat werpt meteen zijn vruchten af. Nadje Univar op Kenneth Taylor. Dan de mooie steekbal en de goede loopactie van Sontje Hansen. Die snel maar wordt daar geduwd. En dat wordt niet bestraft door de scheidsrechter. Wel een goede aanval van Ajax onder 17. Dan NEC met Bart van Rooij. Bart van Rooij nog steeds. Voorzet of is het een schot? Het gaat in ieder geval keihard voorlangs. Ook te snel voor Brian Stark. Ziet ook Sjaak Zwart. 0-0 was de ruststand. En dan in de tweede helft. Goed storend werk van Sontje Hansen. En deze paas op Venicio Sint. Sint af op Cornelissen. Gaat eromheen en scoort de 1-0. Venicio Sint, de invaller. Bedankt daar Sontje Hansen voor het goede werk. En maakt het prima af. Belangrijke treffer voor Ajax onder 17. De wedstrijd is nu opengebroken. NEC FC Os moet komen. Dan een matige aanname van Bart Erbers en Ajax neemt over met Dylan Hogewerf. En een uitstekende paas op maat op Nadje Univar. Nadje Univar schiet en de redding van Koen Cornelissen. De doelman van NEC die het steeds drukker en drukker kreeg. En even later dit moment. Scheidsrechter Zandbergen constateert dat Bart Erbers van NEC geen scheenbeschermers om heeft. Krijgt daarvoor de gele kaart. De scheenbeschermers liggen in het doel. Er wordt gesommeerd om ze om te doen. De middenvelder gaat het ook doen zonder protest. Maar op hetzelfde moment heeft scheidsrechter Zandbergen iets over het hoofd gezien. Hij kijkt na in zijn administratie en dan deze verrassing voor Ebbers. De rode kaart. Want hij had al een keer geel gehad. Twee keer geel is rood. Dus moest Bart Erbers voortijdig met scheenbeschermers naar de kleedkamer. 11 tegen 10, dat betekent meer ruimte voor Ajax en voor Venicio Sint. Sint op Quinten Timber met het overzicht op Nadje Univar. Univar, wat gaat hij doen? Hij gaat schieten en hij scoort. Uitstekend doelpunt van de middenvelder. De uitblinker bij de Future Cup. Nadje Univar. Een verdekt schot en Koen Cornelissen kansloos. En dan Kiana Hoeven in de slotfase. Sontje Hansen en de mooie steekbal van Kenneth Taylor op Sint. Sint en die scoort zijn tweede treffer. Daarmee bepaalde de invaller de eindstand op 3-0. Met deze overwinning blijft Ajax onder 17 op de tweede plaats. 3 punten achter PSV met nog 4 wedstrijden te gaan. In de komende 2 weken valt de beslissing. Het worden nog hele drukke en spannende weken voor de ploeg van trainers Dave Vos en Cedric van der Gun.